In deze video laat ik jou zien hoe ik mijn voeding aanpas om een sixpack te krijgen. Allereerst de hoofdlijnen van wat ik doe tijdens het droogtrainen of het afvallen. Dat is, ik verlaag mijn calorieën. Vaak kom ik voorafgaand aan het droogtrainen van mijn bulk calorieën af. Dus nu zat ik op 4300 calorieën. Vlak voordat ik ging droogtrainen had ik het al een klein beetje verlaagd, dus naar ongeveer 4000 calorieën. Maar wat ik dan doe als ik begin met droogtrainen is ongeveer 1000 calorieën naar beneden gaan, afhankelijk van hoe snel ik wil afvallen. Dus ik ben nu naar 3300 calorieën gegaan. Vervolgens kijk ik ook naar mijn eiwitdoel. Dat is tussen de 1,8 en de 2 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht per dag. Momenteel weeg ik tussen de 90 en de 91 kilo. Dus ik probeer ongeveer 180 gram eiwit per dag binnen te krijgen. En om deze dingen te doen in de praktijk, dus wat ik doe om het aan te passen. Ik moet dus minder gaan eten, minder calorieën gaan eten. En ik moet ervoor zorgen dat mijn eiwitten hoog blijven, omdat ik genoeg eiwitten binnen krijg. Dus allereerst ga ik kijken naar wat ik eigenlijk allemaal tijdens het bulken al eet op een dag. Want ik wil daar zo dicht mogelijk bij blijven. Ik wil eigenlijk zo weinig mogelijk veranderingen toepassen, omdat ik gewend ben aan wat ik eet tijdens het bulken. En ik vind dit zit in mijn routine, dus het is voor mij makkelijk om het aan te houden. Dus ik ga niet in één keer mijn hele voeding overhoop gooien. Soms zie je mensen die gaan tijdens het afvallen in één keer alleen maar bijvoorbeeld kip met rijst eten, omdat ze denken dat dat iets is wat je moet eten als je gaat afvallen. Bij mij is dat niet het geval. Ik blijf gewoon normaal gesproken de dingen eten die ik normaal ook al at. Maar wat ik doe, ik verklein allereerst de porties. Daarmee valt al veel winst te behalen. Dus ik kijk hoeveel calorieën zijn mijn maaltijden. Mijn ontbijt is een bak havermout. Dat is normaal gesproken tijdens het bulken ongeveer 1100 calorieën. Dus dat is best wel veel. En dat kan je gewoon heel simpel kleiner maken, minder calorieën maken, door gewoon minder grote porties erin te doen. Dus tijdens het bulken at ik bijvoorbeeld ongeveer iets van 100 gram havermout. En nu tijdens het droogtrainen heb ik dat gewoon aangepast naar 80 gram. Dan ga je dus al 20% naar beneden. Doe dit met alle ingrediënten die je erin stopt. En je calorieinname gaat ook 20% naar beneden. Dus ik ben daarmee, zit ik nu met mijn ontbijt op iets van 800 calorieën. In plaats van 1100, dus dan ben ik al 300 calorieën gezakt. En het tweede punt wat ik ook doe is, ik kijk allereerst wat zijn dingen die ik niet heel belangrijk vind om te blijven eten. En die niet heel gezond zijn. Dus die niet bijdragen aan het halen van mijn eiwitdoel bijvoorbeeld. En tijdens het bulken at ik dus ook crackers met pindakaas en hagelslag. Eigenlijk gewoon puur omdat daar veel calorieën in zaten. Dus die heb ik er als eerst uitgehaald. Die crackers waren iets van 400, 500 calorieën. En er zit niet veel eiwit in. Dus ik heb besloten om gewoon die crackers te skippen. Om die gewoon helemaal niet meer te eten. Dus daarmee bespaar ik weer 400 calorieën. Dus zo kijk ik op mijn dag van, hey, allereerst waar kan ik dingen porties kleiner maken, zodat daar minder calorieën in zitten. En de tweede, welke maaltijden kan ik gewoon helemaal weghalen om die calorieën ook te besparen. Maaltijden die niet zo belangrijk voor me zijn. Stel dat bij elkaar op, 400 plus 300, dan zit je al op 700 calorieën minder dan tijdens het bulken. En in theorie zou je daarmee eigenlijk al gaan afvallen. Dan zijn we er nog niet helemaal, dan mis ik nog ongeveer 300 calorieën. En hoe ik dit heb gedaan, is dat ik tijdens mijn lunch ook wat minder heb gegeten. Dus dat minder ben gaan eten. Dus ik had tijdens mijn lunch altijd best wel veel calorieën. Broodjes met ei en met kaas. En op het einde van mijn bulk begon ik al wat meer rijst met ei, bonen, mais en kaas te eten. Dat vond ik erg lekker. Maar dat ben ik nu tijdens de droogtraining gaan volhouden. Omdat ik daarmee, daar zaten minder calorieën in dan in mijn broodjes met ei. En er zaten alsnog evenveel eiwitten in. Dus op die manier krijg ik al 1000 calorieën minder binnen. En krijg ik alsnog evenveel eiwitten binnen. En daarnaast ben ik ook meer gaan eten van eiwitrijke producten. Dus kwark ben ik in plaats van 350 gram nu 400 gram gaan eten. Ik weet dat het niet een heel groot verschil is. Maar mentaal voelt het toch iets meer, waardoor je ook wat voller zit en minder snel weer trek krijgt. Omdat kwark gewoon vult. En ik ben meer Griekse yoghurt gaan eten. Hier had ik ook iets van 300 gram van en nu 400. Dus daarmee gaan mijn eiwitten wel weer omhoog. Dus dat is hoe ik dat doe. En dan nu wat vlogs van de afgelopen weken om te zien hoe dit in praktijk eruit ziet met nog wat handige tips tussendoor. Dus zorg er zeker voor dat je tot het einde van de video kijkt, omdat dit hele handige tips zijn die jij zelf kan toepassen bij het droogtrainen. Yo, ik ga zo even lunchen met mijn moeder.
En daar heb ik veel zin in, dat wordt gezellig. En ik ga ook even laten zien hoe ik dat dan doe met het droog trainen. Omdat het best wel lastig is om in een restaurant je calorieën erbij te houden. Zo, ik ben weer terug van het eten. Het was super gezellig. We hebben lekker in het zonnetje gezeten zoals je ziet aan mijn rode kop. En hoe ik het nou heb gedaan? Ik heb een foto gemaakt van een menukaart. Om te zien wat er allemaal precies in het eten zat. Vervolgens heb ik een foto gemaakt van mijn eten. En een filmpje gemaakt van het eten. En aan de hand daarvan maak ik een schatting hoeveel gram het ongeveer is wat ik heb gegeten. Dus hoeveel het broodje was, hoeveel het vlees was en wat voor dingen er nog meer op zaten, zoals gebakken uien. En dat vul ik in de app in en dan heb ik een schatting van het eten. Is niet, 100% nauwkeurig, maar het is beter dan niks. Dus zo ga ik om met eten in een restaurant. Zo jongens, dit is nu mijn nieuwe standaard lunch. Zilvervlies of basmati rijst met kidneybonen, mais en een beetje geraspte kaas erover. En een lekker bakkie koffie. Ik at altijd brood, alleen ik vind dat de laatste tijd niet meer zo lekker. Dus ik was op zoek naar iets anders gegaan. Naar iets wat ik wel lekker vind en wat misschien nog zelfs betere eiwitten heeft. En toen kwam ik op deze maaltijd uit en die beviel me heel goed. Ik merkte dat ik niet na het eten van deze maaltijd niet echt een dip had. Dus vandaar dat die me goed beviel en ik blijf eten elke dag. Tijdens het bulken had ik het op het einde ook. En nu tijdens het droog trainen eet ik het nog steeds. Alleen dan pas ik de porties gewoon aan, zodat ik gewoon een klein beetje minder van alles erin stop en dus wat minder calorieën erin zitten. Eet smakelijk. Zo jongens, net weer even jullie DM's beantwoord. Ik vind het leuk om te zien dat er zoveel mensen gebruik maken van de gratis tools die ik weggeef. Dus zowel het stappenplan voor het droog trainen als bijvoorbeeld het bestand waarin je je calorieën en je gewicht kan bijhouden. Super leuk om te zien en ik hoop echt dat jullie het gaan gebruiken, want dan weet ik zeker dat je een mooi resultaat gaat halen. Mocht jij het aanvragen, dan kun je van mij een berichtje verwachten en dan ben ik heel benieuwd naar je doel, omdat ik dat gewoon echt leuk vind om te weten wat jouw doel is met het droog trainen, wanneer je klaar wilt zijn, etc. En ik ga ook vragen of jij daadwerkelijk de tool gaat gebruiken en hebt gebruikt. Dus bijvoorbeeld na een weekje vraag ik ook van, hey, heb je er al gebruik van gemaakt? Zodat de kans groter is dat je het ook echt gaat gebruiken. Want heel veel mensen die vragen dit soort dingen aan, gratis tools, maar dan doen ze er vervolgens niks mee. Ja, dat is natuurlijk zonde, zowel van jouw tijd, dat jij een tool aanvraagt en er niks mee doet. En het frustreert jou ook waarschijnlijk, omdat je toch denkt van, hey, ik heb er niks mee gedaan. En het is ook zonde voor mijn tijd, omdat ik de tijd en de moeite neem om het naar jou door te sturen en jij er vervolgens niks mee doet. Dus daarom probeer ik zoveel mogelijk mensen te stimuleren om het toch te gaan gebruiken. Dus ja, en het is natuurlijk leuk om te zien als het dan uiteindelijk wordt gebruikt en het resultaat oplevert. Dus voel je vrij om mij een berichtje te sturen om een van mijn gratis tools te krijgen. Maar wees wel serieus en zorg ervoor dat je het echt gaat gebruiken. Anders kan je het beter niet aanvragen. De komende tijd ga ik nog heel veel handige video's uploaden voor tijdens het droogtrainen. Die jou zeker weten gaan helpen om in die summer shape te komen. Dus vergeet zeker niet te abonneren, zodat je geen enkele van deze video's meer mist. En als je dit nou een leuke video vond, geef dan zeker even een like. Daarmee help je mij en het kanaal enorm verder. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.